Almere City heeft gisteravond een puntje overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Sparta. In Rotterdam leidden de Almeerders bij rust nog comfortabel met 0-2. Maar woog Sparta deze achterstand in de tweede helft om in de uiteindelijke 2-2 eindstand. Ik denk als je 2-0 voor staat na 10 minuten, dan mag je het niet meer weggeven. Jullie begonnen geweldig aan de wedstrijd. Ja, dat hebben we wel vaker gehad dit seizoen. Maar nu belonen we onszelf eindelijk een keer. En sta je goed 2-0 voor. Jij moet met een heel dubbel gevoel hier staan. Want de eerste helft was jij de grote held. En in de tweede helft misschien wel een klein beetje de slemiel. Ja, ik heb de eerste helft veel ballen eruit gehaald inderdaad. Schuren, kopbal en een vrije schietkans. Ja, en dan is het wel balen dat vooral die eerste er zo snel ingaat, zeg maar. En ja, dan is het wel zaak dat je hem niet gaat verliezen nog alsnog. Als je 2-2 staat. En dat is gelukkig niet gebeurd. Bij rust dacht ik één ding. Hartstikke mooi die 0-2. Maar ze moeten niet een snelle tegentreffer krijgen. Maar dat gebeurde toch. Na misschien wel een slippertje van Bakker. Ja, en dat is dan heel zonde. Want tot die tijd krijg je zelf een kans. Is er niks aan de hand. En hierdoor heb je denk ik misschien Sparta weer hoop gegeven. Het publiek ging er weer achter staan. Terwijl ze eigenlijk heel negatief waren juist. En dat is, wil je eigenlijk als trainer voorkomen, maar ook als ploeg voorkomen natuurlijk. En dat gebeurde helaas wel. Wat koop je hier nou voor dit puntje? Ja, ik denk dat als je vooraf denkt, punt op het kasteel is goed. Maar als je 2-0 voor staat zo snel, dan had het er 3 moeten zijn. Ik weet ook dat dit de realiteit is. En dat wij op een gegeven moment gewoon echt ook de wedstrijd moeten leren killen. Dan komen de 3 punten. En dan vrijdag hebben we weer een kans om dat te doen. Maar ik denk ook dat heel veel ploegen hier niet zomaar een punt pakken, hoor. Want Sparta uit is toch altijd lastig. Baal je flink? Jazeker, want we hadden willen winnen en het begin was goed. En zonde dat je uiteindelijk nog 2-2 speelt.